Schouderklachten door een verkeerde houding. Nou, misschien krijg je zelf wel eens ooit de opmerking van, hey, ga eens rechtop zitten. Of loop eens een beetje rechtop, hè, dat je misschien te veel op deze manier loopt. Nou, deze houding, deze verkeerde houding kan dus leiden tot schouderklachten. Ik ga je even uitleggen waarom je en wat voor klachten je kunt krijgen. Dit is een schouderblad, de achterkant van de schouder, sleutelbeen, dit is de kop van de bovenarm. Die zit eigenlijk zo in elkaar. Nou, om dat gewricht zitten allerlei spieren. Er zit ook een slijmbeurs tussen. Die zorgt ervoor eigenlijk dat de pezen makkelijk kan glijden eigenlijk onder dit afdakje door. Nou, op het moment dat die pezen en slijmbeurzen klem komen te zitten, kunnen we dus een impingement ontwikkelen. Inklemming van de structuren in onze schouder. Of we kunnen een slijmbeursontsteking ontwikkelen of peesontsteking in onze schouder ontwikkelen. Nou, dit zijn veel voorkomende problemen in onze schouder en vaak gerelateerd aan houding. Nou, hoe komt dat nou? Op het moment dat we rechtop zitten op deze manier, dan is de schouderkop in verhouding met de schouderblad, die is juist. Eigenlijk als dit de kom is en dit de kop is, dan is deze ruimte die daarboven zit, boven de kop zit, waar de eigenlijk structuren overheen lopen en onder het schouderdak doorlopen, die hebben voldoende ruimte. Maar op het moment dat we naar voren gaan zitten met onze schouders, dan gaat eigenlijk die kop, die gaat naar voren kantelen aan het schouderblad, waardoor de ruimte hieronder kleiner wordt. Je kunt je voorstellen, als die ruimte kleiner wordt en dan moeten structuren onderdoor glijden, zoals slijmbeurzen en pezen, dan komen die continu onder druk te staan. En dan ontwikkel je eigenlijk een ontstekingsbeeld. Dus of een slijmbeursontsteking of een peesontsteking. Dat zijn heel vervelende klachten die uiteindelijk echt schouderpijn kunnen veroorzaken. Dus wat te doen? Zorg voor een juiste houding achter je computer bijvoorbeeld. Loop rechtop en zorg ervoor dat die ruimte voldoende blijft. Nou, eventueel kun je contact opnemen met een fysiotherapeut. Als je klachten hebt of als je niet zeker bent van wat moet ik nou precies doen om een juiste houding te creëren. Neem even contact met een fysiotherapeut. Zij kunnen kijken waar de klachten vandaan komen, waarom je niet goed zit. Of waarom je dus eigenlijk met je schouder naar voren zit. En die kunnen je daar gericht bij behandelen. Nou, dit was de video over de schouder. Hè, over de verkeerde houding zeg maar, van de schouder. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende video. Tot ziens.